Waarom Olivier Bermond? Dat is een lang verhaal. We zijn eerst begonnen in eerste instantie kijken van dagrecreatie en verblijfsrecreatie hoort bij elkaar, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Verblijfsrecreatie had wel een tijd en wel een tijd op aan het zoeken naar een IP, een intellectual property, voor dagrecreatie. We zijn bezig geweest met Studio 100, we zijn bezig geweest met Angry Birds vanuit een Finse maatschappij. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij Olivier Bommel en Tom Poes. Een Nederlands IP, past heel erg mooi in de Achterhoek. Kasteel Bommelstein, waar heer Bommel woont, een heer van stand. Een beetje fatsoensnorm, een beetje mooi Nederlands. En een echt Nederlands. Heb je ook affiniteit ook met Bommel en Tom Poes? Nog niet direct, maar ondertussen wel. Ja, ondertussen is het helemaal gaan leven. En het mooie bij Bommel en Tom Poes en Martin Toner is dat het veel meer is dan alleen maar het entertainment en vermaak. Er zit echt de taal van Toner zit erin. Een museaal gedeelte zit erin. Er zit een film in, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus je hebt zoveel mogelijkheden om mee te werken. Het educatieve gedeelte, dus naar scholen, de taal van Toner, om die goed in beeld te brengen. Ja, dat zit er allemaal in. Ja, en als je hier dus binnenkomt, dan heb je dus weer een proefje van. Ja, je komt uiteindelijk in Bommelstein binnen, dus het kasteel van heer Bommel, waar heer Bommel woont. Kinderen die vinden dat al imposant, zeker straks dat hele grote kasteel wat op een berg komt te liggen. Nu zien we die berg nog niet, maar we zien al wel de keerwanden waar het zand tegenaan komt te liggen. En helemaal rechtsbovenin hebben we uiteindelijk de entree van Bommelstein. En daar komen de kindjes binnen. En dan uiteindelijk in dat imposante kasteel zit de ticketing en er zit het theater in en er zit het museum in de Bommelzolder. En uiteindelijk ga je van daaruit naar beneden om de Bommelwereld te ontdekken. Is het nou zo dat het, heb ik dat goed gelezen, 9000 vierkante meter? Ja, iets meer zelfs. Als we alle verdiepingen bij elkaar tellen, hebben we bijna 10.000 vierkante meter. Maar het ruimtebeslag is inderdaad 9000 vierkante meter. Ja. En wat je dus allemaal opnoemt, hè, kan je dat eigenlijk wel allemaal in één dag zien en bekijken? Ja, dat is geen enkel probleem. Het is echt wel een dagdeel. Gezinnen met kindjes die rond een uur of 10 's morgens aankomen, kunnen rond 3 uur, 4 uur 's middags echt wel klaar zijn. Dan zijn ze echt goed moe. Zo is het. Echt mooie attracties. Volledig gethematiseerd in het thema Bommel. We doen dit samen met Koen Bertens, oud-directeur van de Efteling. Die helpt ons mee met het ontwikkelen en het bedenken. Wachtrijen, type attracties, doorlooptijd in attracties. Met heel veel kennis en ervaring met hem draaien wij de Bommelwereld. Nou, de basis zit wel voor kinderen van 4 tot een jaar of 12. 13, we trekken hem iets naar boven met een aantal attracties die wat meer fun en wat meer heftigheid in zich hebben. Als we naar het Funhouse kijken, naar de Vloomride kijken, als we naar de achtbaan kijken, zijn allemaal net iets heftiger dan in de hallen van Studio 100. Ja, want ik hoorde ook onder andere hoorde ik een theater. Er zit ook een theater in. Ja, dan denk ik van. Kan film draaien, daar kunnen theaterstukjes gespeeld worden van heer Bommel en Tom Poes. Dus er zit voor iedereen wel wat in. Wij roepen medio 2025 zijn we gereed. Welke datum en welke maand het precies is, durf ik nu nog niet te roepen. Het is nog bijna anderhalf jaar bouwtijd. En dan moeten we even kijken wat er dan af is. Kijk, de eventhal, dus de attractiehal, is volledig gereed. Maar er zijn een aantal items die echt in een tweede fase komen. Theater, de Toner Experience, een aantal attracties die echt in een tweede fase komen. Dankjewel en heel veel succes. En dank voor het interview. Ja, oké, dankjewel. Prima.